Het typische aan de Jan in de zak is dat dat een brooddeeg is dat gekookt wordt. Ik heb in het begin van het jaar een boek gelezen over frontsoldaten in de Westhoek in de Eerste Wereldoorlog. Ja. En er was een Australische soldaat die in 1915 in de Westhoek op een boerderij zat en hij kreeg van die boerin Jan in de zak. Wij aten niet, ik kan niet zeggen elke week, maar toch bijna elke week. Toen was het de zaterdag voormiddag nog school. Ik spreek nu over 60 jaar terug. En het was ook kuisdag. Dus 's morgens ging mama de deeg zetten, dat duurde niet lang. Hè, dat deeg klaarmaken. Dat kon ze kuisen, in de midden van de voormiddag nog een keer doorkneden. En een uurtje voordat wij van school kwamen, deeg in de zak, in de kastrol een uur koken. En tegen dat 12 uur was, hadden we allemaal eten. Ik denk dat het veel gegeten werd, ten eerste omdat het weinig werk vroeg en ten tweede vraagt weinig ingrediënten en ook geen dure ingrediënten. De speldbloem, dat was iets heel typisch vroeger voor Meetjesland, een zandstreek. En ja, eieren, scharreleieren en een beetje melk, dus dat is overal in elke streek. Hè. En de rozijntjes, ja, die komen niet van hier, die komen nog altijd van elders. Het is heel, heel strikt gebonden. In een paar gemeenten in het Meetjesland, als je bekijkt vanaf Lembeek in Noordelijk naar Kaprijke, Bassevelde, Assenede. Dat is zo het gebied waar het vooral bekend is. Ik kan niet zeggen waarom het Jan noemt, maar het deeg is zogezegd de Jan en die handdoek is de zak. Ik herinner me niet dat onze mama daar een zak voor gebruikte, maar misschien is dat ooit zo geweest. Want vroeger hadden de oma's linnen zakken voor van alles, kaas in uit te druppen en wat weet ik allemaal. Dus ze gebruikten dat daar misschien ook voor, ik weet het niet.